Politie jaagt op Audi-bende in Utrecht. En Leusden, geliefd bij autodieven. Goedenavond, u kijkt naar U-nieuws. Overvallen met grof geweld in Duitsland, levensgevaarlijke situaties op snelwegen en regelmatig fatale ongelukken. De politie heeft zijn handen vol aan de Audi-bende. En vanmorgen vroeg was het weer raak. Dit is de vluchtauto gecrashed in Kanaleneiland. Achtergelaten door 3 of 4 verdachten die een paar uur eerder een geldautomaat opblazen in Duitsland. De politie start een klopjacht met tientallen auto's en een helikopter. Maar de van de verdachten ontbreekt ieder spoor. En op de plek van het ongeluk is verslaggever Annemarie Verhagen. Ja, Annemarie, wat is het laatste nieuws? Ja, het politieonderzoek is nog steeds in volle gang, maar die verdachten zijn nog steeds spoorloos. Wat de politie wel heeft, is die vluchtauto, waarmee ze hier midden op het Anne Frankplein tot stilstand zijn gekomen. En die wordt nu onderzocht op sporen, in de hoop die mannen toch nog te pakken te krijgen. Ja, want die mannen die sloegen vanmorgen vroeg dus toe bij een bank in het Duitse Wesel. Laten we even kijken naar een reconstructie. Hier bij een geldautomaat aan de Friedrichstraat in Wesel slaan de daders vannacht toe. Een paar minuten over 3 horen omwonenden een harde knal. Door die explosie wurde der geldautomaat vollständig zerstört. In dem Gebäude entstand Sachschaden. Den Tätern gelang es durch die Explosion, den Geldautomat aufzusprengen. Zur möglichen Beute kann derzeit noch nichts gesagt werden. Of de daders bij het geld zijn gekomen is niet bekendgemaakt, maar de schade is groot. Die Tatverdächtigen dürften Profis gewesen sein. Das waren keine Täter, die hier zum ersten Mal etwas versucht haben. De daders rennen naar hun Audi, volgens de Duitse politie waarschijnlijk van het type A6, en racen weg. Met hoge snelheid verlaten de plofkrakers Wesel en rijden over de snelweg richting Nederlandse grens. In Gelderland krijgt de politie ze in de gaten. Met tientallen politieauto's en een helikopter ontstaat een klopjacht. In de provincie Utrecht rijdt de Audi via Nieuwegein naar Kanaleneiland, waar de auto crasht en de plofkrakers te voet ontsnappen. Ja, ze nemen natuurlijk enorme risico's bij dit soort acties. En hij is inderdaad zo dwars over het verkeerspijn heen gevlogen. Nou, u heeft de auto gezien, die is helemaal beschadigd. En uiteindelijk zijn alle airbags zelfs uitgegaan. En ze hebben kans gezien om er toch uit te stappen en weg te vluchten. Ja, ik denk dat ze onverantwoordelijke risico's nemen. De daders zijn 130 kilometer lang de politie te snel af. Had de politie niet in kunnen grijpen. Wat we hebben gedaan, we hebben gebruik gemaakt van de helikopter. En je gaat natuurlijk voor de veiligheid met dit soort zaken. Dus die helikopter kon ze blijven volgen. Ze waren met een enorme snelheid aan het rijden. En dan is het beter om een beetje afstand te bewaren. En de heli die kan, heeft een mooi overzicht waar ze uiteindelijk naartoe gaan. En dat is de reden waarom we het zo gedaan hebben. Nou, we gaan terug naar verslaggever Annemarie Verhagen. Annemarie, dit is dus vermoedelijk de Audi-bende die toeslaat in Duitsland. En dan met snelle auto's naar Nederland terugrijden. Om wat voor groep gaat het nou eigenlijk? De politie heeft zicht op een groep van ongeveer 300 mannen die afkomstig zijn hier uit de buurt in Utrecht en ook uit Amsterdam. Nou, wat doen ze? Ze zoeken hun heil in Duitsland, omdat daar de pinautomaten simpelweg minder goed beveiligd zijn dan die in Nederland. En vervolgens vluchten ze met een snelle Audi, dat zijn snelle auto's, daar zijn ze gewoon sneller mee weg, weer terug naar Nederland. De werkwijze van de plofkrakers is om in Duitsland een geldautomaat op te blazen en vervolgens met hoge snelheid terug naar Nederland te rijden. Bij hun vluchtpogingen halen de mannen vaak halsbrekende toeren uit. Een Maarsenaar kwam zo om het leven toen de vluchtauto waarin hij zat crashte. En hij is niet de enige. Soms worden er ook plofkrakers gepakt, zoals Mohammed Al-Bee uit Utrecht. Hij werd in Aken veroordeeld tot 4 jaar en 3 maanden cel. B kon worden gepakt omdat zijn DNA op de Audi werd gevonden waarin hij was gevlucht. En daar hoopt de politie nu natuurlijk ook op bij de krakers die vannacht toesloegen. Ja, maar de meesten lijken nog te ontkomen. Annemarie, waarom zijn deze jongens nou zo moeilijk te pakken? Ja, het is heel lastig. Ze veranderen eigenlijk constant hun techniek. Op het moment dat Nederlandse banken de beveiliging opkrikken, dan komen zij gewoon simpelweg met zwaardere explosieven, waarmee ze dan alsnog zo'n plofkraak kunnen plegen. En dat maakt het voor de politie heel lastig. En daarbij, die Audi's waarmee ze rijden, daarmee rijden ze echt met
halsbrekende snelheden. En het is voor de politie dan lastig om ze aan te achtervolgen. Maar daarbij moeten ze ook denken aan hun eigen veiligheid en die van andere weggebruikers. En soms gaat dat dan voor en moeten ze hun achtervolging afbreken. Of nou ja, in dit geval hier vannacht landen ze hier op een rotonde en weten ze alsnog weg te komen terwijl zijn auto tot stilstand is gekomen. Het is gewoon heel erg moeilijk. Ja, het is moeilijk. Ze veranderen van tactiek. Ze hebben snelle auto's. Maar wat doet de Nederlandse politie dan wel om dit tegen te gaan? De politie werkt nauw samen met de Duitse politie. En daarbij werken ze ook samen met banken. Om constant na te denken hoe de beveiliging alsnog beter kan. En ze hebben ook sommige van die plofkrakers hebben ze op het oog. En die houden ze in de gaten. En om te hopen op die manier een plofkraak die dan in de toekomst misschien gepland staat tegen te houden. Maar ja, soms kan je het niet tegenhouden. Dat heb je vannacht nog wel weer gezien. Annemarie, dank je wel. De Audi-bende maakt dus vaak gebruik van gestolen auto's. Maar andere criminelen hebben het bij ons in de regio ook voorzien op auto-onderdelen. In Leusden is het de laatste tijd regelmatig raak. En vooral airbags en navigatiesystemen zijn populair. Dat stelen is vaak binnen een minuut gedaan. De dieven zouden het vooral gemunt hebben op onderdelen van Volkswagens en Audi's. Naast een reeks aangifte uit Leusden heeft een autoschadebedrijf in de Meren er ook wekelijks mee te maken. Ja, het herhalingspatroon is heel veel. Je ziet heel veel dat voornamelijk bij de Audi stuurwielen, dat op het moment dat wij een stuurwiel terugplaatsen, dat veelal na een dag of twee dezelfde auto alweer terugkomt om weer dezelfde onderdelen terug te laten plaatsen. Dan gaan we verder met nieuws in het kort. Vanmorgen kon je er nog eten, maar inmiddels wordt deze lunchroom in het centrum van Veenendaal grotendeels afgebroken. Dat moet meteen omdat bij bouwwerkzaamheden bij de buren een scheur in de muur is ontstaan. Volgens de brandweer is er acuut instortingsgevaar en daarom wordt de bovenverdieping vandaag nog gecontroleerd gesloopt. Om criminaliteit op 8 Utrechtse bedrijventerreinen tegen te gaan, worden voortaan alle kentekens van auto's gescreend. Als een gestolen voertuig wordt herkend, zet een bewakingsauto direct de achtervolging in totdat de politie komt. Het nieuwe bewakingssysteem komt op onder meer de Woonboulevard, Lage Weide, Papendorp en Nieuw-Overvecht. De kunstuitleen in Utrecht gaat weer open in een pop-up store op het Oud-Kerkhof. Vorige maand moest het voormalige pand nog dicht na een grote brand. Die verwoest een groot deel van de collectie van de kunstuitleen. Veel werken zijn te restaureren en die komen terug in de tijdelijke winkel. Op de Champs-Élysées deed hij het al en nu ook in eigen land. Dylan Groenewegen uit op Koude won het criterium in Boksmeer. In de daags na de toerwedstrijd rijden toerrenners een rondje rond de kerk, aangemoedigd door Nederlandse wielerfans. En Groenewegen was na zijn winst in Parijs een van de publiekstrekkers en hij won dus ook. En de Oranje Leeuwinnen moeten nog winnen, maar doen het erg goed. Ze staan in de kwartfinale van het EK voor vrouwen. Maar voor Utrecht, de stad Utrecht, is het toernooi eigenlijk na vanavond al voorbij. In de Galgenwaard wordt de laatste wedstrijd gespeeld. Rusland tegen Duitsland. Toch kan Utrecht nu al terugkijken op een geslaagd toernooi. Het is heel gaaf om de Engelsen zo hier te zien trainen. En zo is echt leuk om mee te maken. We hebben geluk dat het Engels is. Dat is nog wel makkelijk te communiceren met hen. Dus als ze koffie en thee vragen, kunnen we dat nog gewoon voor ze doen. Want deze vrijwilligers van Sporting 70 zetten zich in voor het Engelse team. Ook al is na vanavond het EK in Utrecht voorbij voor supporters, voor Tessie en Noortje blijft het nog even genieten. Wij mogen de training van de Engelsen namelijk niet zien, maar zij krijgen die kans wel. In hun training zie je gewoon iedere keer die elementen van dat ze gewoon 100% power geven en zo. En dat is natuurlijk hartstikke inspirerend. Ik kan me voorstellen dat er zeker dingen in zitten die wij ook kunnen gebruiken in onze eigen training. Ik ben zelf keeper en ik vind het heel leuk om naar de keeperstraining te kijken. En heel leuk om te zien hoe zij trainen. En ja, sowieso, ze zijn echt heel goed. Ruim een week geleden begint het voetbalspektakel in de Domstad met de openingswedstrijd van Nederland tegen Noorwegen. Het fanplein op de Neude is vol en veel fans lopen in een optocht naar het stadion. Hotels in de stad zitten voller dan anders in deze periode en ook de horeca kijkt terug op een succesvol evenement. Ja, en ik vond het leuk als ik in de stad liep, zag ik plukjes supporters lopen, gemoedelijk allemaal. Ook hier bij buurten zijn Franse Oostenrijkers, heb ik hier op het terras gezien, die kwamen lunchen. Dus ook buiten het centrum heeft de horeca er wat aan gehad. En ook volgens Tessie en Noortje levert het EK winst op. Ja, ik vind dat super tof dat vrouwenvoetbal gewoon de aandacht krijgt die het verdient.
Ik denk meer dat het heel veel jongere meisjes aantrekt. Die denken van, oh, dat is eigenlijk wel heel leuk. En die zien dat het op tv. Dan denken van, oh, dat wil ik ook wel. Dus die dan komen voetballen. En ook al is het EK niet meer in de stad, het toernooi is nog niet voorbij. En dus kunnen we nog dromen van een finale. Ik hoop natuurlijk dat het een Nederland-Engeland finale is. Dat voelen nu al allebei gewoon een beetje als mijn teams. Maar als het tussen Nederland en Engeland aankomt, hoop ik dat Nederland gaat winnen. Maar we zullen zien. Ja, eerst dus nog die wedstrijd van vanavond in de Galgenwaard om 20:15. Rusland-Duitsland en Nederland, waar het voor ons natuurlijk allemaal om gaat, dat speelt komende zaterdag weer in de kwartfinale. En dan krijgt u tot slot nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is nog zon, later neemt de bewolking toe en het blijft dan wel droog bij een graad of 22. Tot zover uw nieuws. Kijk voor meer nieuws uit de regio op onze app of op de website rtvutrecht.nl. Ik wens u een hele mooie avond. Dag!